Mijn naam is DutchTuber en ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik omhoog klim naar de volgende verdieping. En de challenge begint nu! Snel je op! Naar boven! Want naar beneden is geen optie! Yes, ik ben op de volgende verdieping uitgekomen. Vandaag zitten wij in een map waarbij wij moeten proberen de lava te vermijden. Er zit lava op ons hielen en het komt steeds dichterbij. Tegelijkertijd zitten wij in het allerhoogste Roblox gebouw wat er bestaat. En wij moeten proberen zo snel mogelijk boven te komen, zodat de lava ons niets kan doen. Zodat de lava ons niet kan duwen, zodat de lava ons niet kan inmaken met Monopoly. Maar vooral, zodat de lava ons niet kan verbranden! Ja, Monopoly vind ik namelijk niet heel erg. Ik kan best wel tegen mijn verlies, maar ik kan er niet tegen als ik in de lava moet zwemmen. Wacht eens even. Een jetpack. Dat is het! Oh yes, jongens. Dit is zo slim. Ik vlieg gewoon naar de bovenkant van het huis, zodat de lava niet bij mij in de buurt kan komen. Oké, ik ga geen evil lach proberen te doen, want ik ben daar gewoon niet zo goed in. Let's go. Oh, nee! Nee! Oh, jongens, ik ga dit niet overleven. Dit. Wat is dat? Een anti-zwaartekracht parachute. Een parachute die ervoor zorgt dat je niet rustig naar beneden valt, maar naar boven. Yes! Dit is de manier waarop ik mijn eigen leven ga redden. Ook al vind ik dit wel leuker. Wat heb ik nou gedaan? Dit is awesome. Er zit eigenlijk niet echt een diepere betekenis achter dan dat je dus moet proberen om niet in de lava terecht te komen. Maar ik vind het persoonlijk een best wel grappig spel. En ik wou het om die reden dus ook graag met jullie delen. Let's go! Yes! Alleen waar ik eerlijk gezegd wel benieuwd naar ben, wat gebeurt er wanneer de lava zometeen alsnog het toppunt van dit huis bereikt? Overleven we dat dan? In dat geval is het misschien wel verstandig dat ik mijn jetpack er alvast bij pak, zodat ik die eventueel kan gebruiken wanneer dat nodig is. Ik bedoel meer van, het ruikt al een beetje naar vuur. Oh my gosh, guys. Wij hebben dit helaas niet gehaald. Gelukkig heb ik nog een ander soort spel voor jullie klaarstaan. Maar eerst dit, kijk. Nu gaan we het op de eerlijke manier proberen. Namelijk door te rennen, wou ik zeggen. Dat is namelijk hoe je het eigenlijk hoort te spelen. Door gewoon van trap naar trap naar trap naar trap naar trap keer 10 trap te rennen. Alleen ik probeerde het te doen en het is toch niet zo makkelijk als ik in eerste instantie dacht. Oké, jongens. Wat spelen wij nu? Build to Survive. Dit is een spel waarbij er verschillende soorten mechanische monsters achter ons aan zitten. Waaronder bijvoorbeeld robots. En wij moeten proberen ons niet te laten pakken door die robots. En dat kan alleen wanneer wij wat bouwen. En we hebben nog maar 30 seconden. Wacht eens even, wat nou als ik gewoon iets bouw terwijl ik er zelf al in zit? Zo bespaar ik tijd en zorg ik er misschien wel voor dat de robots nooit bij mij kunnen komen. Nog 15 seconden. Klik, 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 klik. Gelukkig is het makkelijk om te bouwen, want je hoeft alleen maar te klikken. In het echte leven zou je een hamer moeten pakken, spijkers, een schroevendraaier. Oh jongens, we kunnen niet meer bouwen op dit moment. Wacht eens even. Hebben we onszelf nou zojuist ingesloten? Oh jongens, wat heb ik gedaan? Nee! Oké, wacht, misschien is dit wel een verstandig idee. Misschien is dit juist wel de bedoeling van het spel. Oké, laat maar zitten. Oh jongens toch! De robots zitten achter mij aan! Oh, dit is echt super creepy. Oh, er is een heel leger! Oké, wacht, ik kan er wel op schieten. Op afstand kan ik er wel op schieten. Oké, kom op, ik maak ze in. Ze zijn met zoveel. Come on. Yes, ik heb er eentje ingemaakt. Oké. Hier zijn nog een aantal robots. Ik moet proberen de hartjes te pakken, want zo krijg ik namelijk extra leven erbij. En ik moet er dus voor zorgen dat de robots mij niet kunnen aanraken. Het zijn trouwens niet alleen robots, het zijn ook zombies, skeletten en boze wiskundeleraren.
En voor die derde ben ik het bangst van allemaal. Oké, weet je wat? Misschien moeten wij even kijken of we misschien iets in een shop kunnen kopen. Nog 2 minuten? Are you serious? Oké, we moeten proberen die grote robot te pakken. Ik ga die grote robot daarin maken. En ondertussen probeer ik zoveel mogelijk muntjes mee te nemen. Zodat ik daar uiteindelijk weer dingen mee kan kopen. Oké, let's go, guys. We pakken de grote robot voor ons. Come on, hij is bijna af. Let's go. Let's go. Yes, we hebben hem ingemaakt. Nice, oké. Nu pakken we snel alle muntjes en proberen wij daarmee zometeen iets moois te kopen. Waarmee wij misschien wel meer kunnen bouwen. Ik ben in ieder geval op dit moment level 3. En wanneer je dus een hoger level bent, kun je ook andere soorten bouwmaterialen gebruiken. Oh nee, jongens. Het leger is terug. Ze zijn ook echt met zoveel, hè. Dit lijkt wel de vergaderzaal op school. Waar alle leraren en leraressen zitten. Ik moet echt betere wapens gaan regelen voor mezelf zometeen, guys. Want hiermee ga ik het echt niet lang volhouden. Met alleen een laserpistooltje. Oh, jongens. Nog 1 minuut. Come on! We got this! Nog 1 minuutje overleven, guys. Wij moeten dit voor elkaar zien te boksen. Oké, we hebben die ingemaakt. Hier is nog een zombie. Bam, die hebben we ook ingemaakt. Vervolgens verandert hij ook gewoon rustig in een skelet. Hier zijn nog een hoop robots. Hoppakee, ook ingemaakt. Oh, dit is zo lastig. Oké, ik moet proberen zoveel... Oh, deze robot is creepy. Deze grote robot is echt het allerengst van allemaal gewoon. Maar waarschijnlijk zijn we bijna bij het einde. En we kunnen ook muntjes kopen. Oké, ik koop even 800 muntjes erbij. Ik weet niet eens wat ik ermee kan, maar dan kan ik in ieder geval zometeen gelijk iets in de shop kopen zonder dat ik nog moet wachten. En ik probeer zoveel mogelijk van die hartjes te pakken, want ik zie dat die best wel snel weggaan door alle zombies en rare robotmannen die achter mij aanzitten. Oké, ik wil alleen deze nog inmaken. Ik heb nog 15 seconden. Come on. Come on, guys. Alleen de grote nog. Yes! We hebben de grote ingemaakt. We got this! Oh, jongens. Ik weet ook eerlijk gezegd niet of dit alle monsters zijn die wij tegen kunnen komen in dit spel. Of dat er misschien zometeen in andere rondes ook aliens en dat soort beesten gaan zijn. Yes, I survived. Nice. En als het goed is, kan ik nu ook naar de shop. Yes, er is daar een shop. Oké. En bij level 15 unlock ik een nieuw... Ik kan hem ook nu unlocken. Voor 59 Robux hoef ik niet te wachten tot level 15, maar kan ik nu al een nieuw soort bouwblok unlocken die sterker is dan degene die ik al heb. Yo, dit is epic! Oké, wat ga ik kopen? Dat is de grote vraag. Ik kan voor 5000 Robux kan ik een flamethrower kopen. En voor 1400 kan ik een betere raygun kopen. Is dat alles wat er te koop is? Ja, hè? Dat is alles. Dan heb ik eigenlijk gewoon meer muntjes nodig. Maar dat is best wel heel erg eigenlijk. Ik heb gewoon letterlijk meer muntjes nodig. Ja, dan koop ik er 3200 bij, I guess. Ik heb nu echt heel veel muntjes. Oké, wat ga ik kopen, jongens? Ik koop deze. Heb ik nu iets geüpgrade? Of moet ik eerst deze kopen? Buy. Oh, hier. Buy. Yes, ik heb iets gekocht. Ik weet niet wat ik heb gekocht. Het zag eruit als een betere raygun. Ah, nee, wacht. Ik heb nu een raygun gekocht waarmee ik mijn... Eigenlijk mijn extra karakters die om mij heen leven, dus eigenlijk mijn medespelers, kan laten healen. Dus eigenlijk heb ik een pistool gekocht waarmee ik een soort van verbandjes afschiet. Alleen, ik moet wel snel zijn trouwens, want zometeen komen die beesten. Oh jongens, ik ga gewoon zoveel mogelijk blokjes plaatsen. Wat als ik gewoon een hele hoge toren bouw? Dat is super slim. Ik maak gewoon de allerhoogste toren in het spel. En op die manier probeer ik gewoon veilig te zijn. Kijk, op deze manier. Let's go. Oké, snel. Oké, guys, let's get it. Oh, dit is zo slim. En dan maak ik hem vast aan de toren naast mij, waar iemand ook al een soort van hetzelfde heeft gedaan als wat ik nu doe. Dan hebben we een soort van samenbouwsel van een brug. Kijk, jongens. Oh, dit is zo slim. Oké, voor alle duidelijkheid. Momenteel kunnen wij alleen bouwen met het hout. En het allerduurste wat je kunt unlocken, daar moet je level 85 voor zijn. En dat kan ik unlocken met 300 Robux. En dat is de zogenaamde Firebrick... Dat is dus een soort van steen gemaakt van vuur. Waardoor de tegenstanders er minder makkelijk bij kunnen komen. Oké, guys, there we go. En wat gebeurt er eigenlijk als je een hoger level bent? Ah, met dat hogere level unlock je het natuurlijk. Dat zou het zijn. Oké, guys, ik help nog snel een beetje mee met bouwen. Want binnen een aantal seconden moeten we stoppen. Oh, nee! Job, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan, Job? Oh, nee, jongens. Oh, nee, jongens. Nog 30 seconden. Waarom deed ik dit? Oké, nice. Ik heb mezelf weer gered. Nice. Ik moet gewoon proberen hier de allergrootste... Wat nou als iedereen dit zou doen? Zouden we dan de map niet gewoon letterlijk kunnen overkoepelen met bouwblokken?
zodat de zombies, de skeletten... Skeletons of skeletten, Job, het kan niet allebei. en de robots niet meer bij ons kunnen komen. Ik denk namelijk eerlijk gezegd wel dat dat een mogelijkheid is, to be honest. Oké, nog 3 seconden. Oké, daar komen ze. Een special round. Oh nee, jongens. Oké, daar gaan we. We schieten er alvast op af. En wat zijn dit eigenlijk? Inventory. Ik heb hem hier. Ik heb hem nu bij me. Ik heb hem nu bij me en ik kan deze ook met me meenemen. Kan dat? Heb ik nu 2 verschillende soorten of heb ik nu de heal gun? Heb ik nu... Ik heb nu denk ik die heal gun bij me. Waarmee ik dus mijn medespelers kan laten healen. Maar dit is echt een geniaal spel, jongens. En kijk hoe safe ik hier zit. Ik heb hier letterlijk een plek gevonden waarbij ik de tegenstanders kan inmaken. Zonder dat de tegenstanders bij mij in de buurt kunnen komen. Omdat ze namelijk niet kunnen vliegen en ook niet heel hoog kunnen springen. Want dan hadden ze ook beter mee kunnen doen aan de Olympische Spelen. In plaats van een spel waarbij ze mensen moeten proberen in te maken. dus dit lijkt best nog wel goed te werken. Oh gosh, guys. Oké, wacht. Ik ben even aan het kijken, want ik snap alleen hoe dit werkt met die upgrades. Want dit zijn allemaal verschillende soorten... Ah, dit zijn skins. Ah, dit zijn skins. Ik begin hem nu te begrijpen. Nu snap ik hem. Oké, cool. Alleen, ik heb nu alleen maar dit wapen bij me. Waarmee ik dus mensen kan healen. Dus eigenlijk heb ik nu niet echt een wapen waarmee ik als het goed is iemand damage kan doen. Of dat wel? Jawel, ik kan wel damage doen bij mijn tegenspelers. Maar waarschijnlijk kan ik mijn medespelers healen. Laat een like achter op deze video als jullie dit interessant vonden. En misschien maak ik er dan nog wel een deel 2 van. Ik zit hier waarschijnlijk nog wel een tijdje veilig. Ook al zitten er mega robots achter mij aan. Bedankt voor het kijken. En als jij nou ook op zo'n hoog gebouw zou zitten waar ik in het begin van de video op zat. Zou jij dan... een parachute gebruiken om te ontsnappen aan de lava, een jetpack of een gravity coil? Laat het me hier beneden weten in de comments. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.